er staat nu die kant op. Daar komt hij. Daar komt hij. Het hele signaal, 1 kiloman. Hier wordt het weer gedeeld om de goede verhouding te krijgen. Hier wordt het hoog-middengebied uitgekoppeld. En het lage gebied meegekoppeld. Zie je dat? Via die 1K. Meegekoppeld. Dus hier krijgen we hoog, midden, laag meegekoppeld. Hier wordt laag nog eens extra meegekoppeld. Dus je krijgt een enorme effectieve basregeling. En doordat die 7844 een enorme ruime transformator is, want die is heel ruim, geeft hij dat makkelijk weer. En die EL12, als er dus in nieuw staat zijn, 253 mA, die hebben er ook helemaal geen moeite mee. Nou, jij weet ook dat die 5 tot 10 een bas geeft, dat je echt de kast heen en weer gaat bewijzen van spreken. Is dit helemaal begrepen? Het is een hele geavanceerde basregeling. Een heel uniek ding. En wat ook heel effectief werkt, het is deze hoge tonenregeling die hierboven zit. Want hier hebben we die 250k. Hier blijft altijd een heel klein beetje rest van de meekoppeling blijft over. Dus als ik die hoge tonenregeling op maximum draai, dan wordt hij ook nog eens even via de noden nog even meegekoppeld. In plaats van dat als hij zo staat, op de rooster wordt tegengekoppeld. Dus die werkt ook bijzonder effectief. Want je kan ook, als je ook echt, je kan een platenruis hebben of zo, je draait die hoge toon iets terug, dan kan je hem helemaal afkappen. Het is echt grandioos dit circuit. Zijn hier nog vragen? Deze regeling, is die uniek voor Grundy? Ja. Ik heb hem nooit ergens anders gezien. In de literatuur heb ik hem nooit ergens gezien. Nee, het is echt maximum. In de 4010 zit hij ook in. Er zit de 7843 in, die is enkel. Met 1 EL12, daar zit hij ook in. Maar de boel is zo ruim berekend dat je zal ook zien, eigenlijk buiten die twee kathodeweerstanden hier, deze dan nog ontdekken om het hoog op te halen, is er eigenlijk vrijwel geen tegenkoppeling in die versterker. Maar het materiaal is zo verschrikkelijk goed en de balans EL12 is zo ruim ingesteld dat er is voldoende reserve. Wat als ik vraag, ja? Wat levert de eindversterker onvervormd aan vermogen? Nou, hij is door Groenig opgegeven tussen 12 en de 15 watt. Maar we hebben hem dus nieuw, wel met tungsten EL12 moet ik zeggen, heb ik hem bij Groenig op het Christianhuisplein getest en draaide hij 25 watt uit. 25? Maar het meubel is ingesteld op 25 watt, ja. Nee, tafeltoestel. Ja, het meubel, ja. De 9010, die is 25 watt, die heeft de eindversterker onderin staan met vast negatief. Die is 25 watt. Die heeft ook twee speakers erin, die zijn een slag groter als die hierin zitten. En de 8010, deze lijkt dat je ziet uit, die is eigenlijk gelijk aan de 5010, alleen de secundaire van de transformator is iets korter gewikkeld, want er staan twee luidsprekers parallel op. Daar zitten twee van die 5010 luidsprekers parallel op. Maar die is verder helemaal eigenlijk, buiten het hoogtonische gebied, is die helemaal, eigenlijk verder helemaal gelijk aan de 5010. De 8010, hè, dat is het meubelversie. En de koppelcondensatoren op de hoogtonentrafel, daar kom ik straks nog even op terug, die zijn iets kleiner genomen. Maar de 510 zelf die is dus heel bescheiden opgegeven, maar ik moet wel zeggen met tungsram EL12, hoor. Ja, ja. Dat scheelt, want die is een ovenbemeter. Als je die grote vuursversterker, 40P106, als je daar, die is 140 watt, maar als je de 4 tungsrams zet, dan is die 180. Zo. Ja, dat is de voedingsspanning, hoeveel is die 250? De gloeispanning? Nee, de voeding. De voeding is 280, is die is vrij hoog. Oh ja. Die is vrij hoog. Ja. Maar ja, dan hebben ze weer gecompenseerd met de nodigatiepatie op 253 mA. Want de EL12 dus met 250 mag dus totaal 80 mA hebben, 72 noden en 8 scherrenroosters. En maar dit is een AB-schakeling. Maar het is allemaal zo ruim berekend, dat er is eigenlijk relatief weinig tegenkoppeling. Dat zie je wel, vooral als je met de bas op een meekoppeling staat. Maar als je goede materialen gebruikt, ja, dan heb je eigenlijk wat minder tegenkoppeling nodig. En want die 7844 is echt een wonderbaarlijke uitgangstransformator, wat die kan en hoe diep die doorloopt, dat is echt ongelooflijk. Maar je hebt ook een betere signaal-ruisverhouding volgens mij, een betere kwaliteit. Ja, die signaal-ruisverhouding wordt vaak ook hier bepaald, hè, wat er hier binnenkomt. Ja. Dat wordt daar bepaald. Hè. En de versterker zelf, ja, het is een ECC40, dat is een buis die iets zwaarder is dan de ECC83. En zijn er nog vragen? Niemand die ze vragen, is het helemaal duidelijk? Wil u het even laten bezinken of zal ik doorgaan? Doorgaan. Dus je kan dan wel eens even draaien, een plaatje of iets, of een band of even. Even straks wel. Lekker doorgaan. Nou, dan gaan we door. Ik vind het hartstikke leuk om te doen, laat ik even zeggen, want ik heb er heel hard aan gewerkt en ik vind het ontzettend leuk dat er zoveel mensen zijn die daar belangstelling voor tonen. Nou, dan gaan we een stapje verder. Dan komen we uit, de basregeling hebben we gehad, dan komen we uit op de fasedraaier.
En dat is een specifieke groene schakeling, die zit zelfs in de 5080 erin. En dit is een hele linker fase draaier. Hij heeft enorm veel voordelen, maar één heel groot nadeel. We komen direct op terug. We komen hier dus uit de versterker E46 komen we vandaan. Gaan we hier naartoe, hier naartoe, hier naartoe, hier naartoe, hier naartoe, hier naartoe. En dan komen we hier met de koppels van 50 nano op de EL12. En ook vanaf het stuursignaal hebben we hier een weerstand van 700 kilo-ohm. Hier een weerstand van 800 kilo-ohm. En over deze twee weerstanden staat dus in tegenfase het signaal van de EL12. Hoe kom ik aan deze tweede fase? Heel leuk. Deze weerstanden, 700k en 800k, wijken iets af. Dus een klein gedeelte van de stuurspanning hier, die uit de voorste E46 komt, staat hier. En wordt met 50 nano ingekoppeld op deze E46. Hier gaat hij erin, daar komt hij eruit en daar heb ik mijn tweede fase. Heel ingenieus bedacht. Groot voordeel van deze schakeling is dat je kan voor deze tweede buis, hier zit dan toevallig een E46, kan je eigenlijk iedere buis gebruiken. Want Groende geeft in de 5080, ga je uit met de ECC81 en hebben ze de triode met de ECC41 gebruikt. In latere toestellen hebben ze ECC83 en hebben ze de EHBC80 ervoor gebruikt. Dat is een kwestie van gewoon de waarde van deze twee weerstanden. Heb je een hele steile buis, maak je deze verschilspanning kleiner. Dan kan je bijvoorbeeld deze weerstand iets lager nemen, dat hij bij de 700 in de buurt komt. Wil je meer hebben, je minder, dan maak je hem iets hoger. Dus dat is een reuze voordeel. Ook is het voordeel dat je dus gewoon de kathodes met een betrekkelijk lage weerstand geaard hebt, dus weinig kans op vloeiende kathodebron. Je kan iedere buis gebruiken, ook een buis die weinig spanning mag hebben tussen vloeiende kathode. Maar één heel groot nadeel, en dat heeft deze jongen aan de lijve ondervonden bij Christian Huygensplein, dat zal ik er even uitgebreid vertellen, dat is heel leuk. Als één van die twee weerstanden verloopt, nou, dan ben je vertrokken. Dan ben je helemaal compleet vertrokken. Dan is het een wanhoop. Ik kreeg bij Grundig op het Christian Huygensplein een 5080 aangeboden. Prachtige radio, je kent hem allemaal, ik zet hem aan. En ik hoorde alleen maar de volumeregeling. Boom, boom, boom. Ik denk, wat is dat? Dan draaide ik hem open en hij was meteen scheurhard was hij. Werkelijk, nou, het was verschrikkelijk. En ik tikte op de EBC41. Ding, ding, ding. Ik denk, hoe kan dat op de fasedraaier? Kneplacht. Nou ja, ik ben nu 74, ik was toen 19, dus ik was nog een jongetje. 20 jaar dus, geleden dus. Ja, ik was 74, ik was toen 20, dus 54 jaar geleden. Dus ik was nog een broekie, maar ik was wel dus daar afdelingschef met mijn 19 jaar. Maar goed, ik kreeg dat ding. Nou, ik ben aan het zoeken gegaan. Je mag gerust weten, ik ben de hele middag aan het zoeken geweest, echt waar. Ik heb op een gegeven moment deze ontkoppeling, want die zit in de 5080 er ook in. 4MF die staat hier niet op. Maar die plus die heb ik dus ook extra ontkoppeld. Die hield het motorboot op, maar het gescheins ontbleef. Nou, ik ben ten einde raad, ben ik gewoon. Ik heb een tank genomen, iedere weerstand losgekipt, gemeten, weer vastgesoldeerd, gemeten, vastgesoldeerd. Uiteindelijk maakte ik deze los, oneindig. Maar ik wist niet hoe het kwam. Nu weet ik het dus wel. Nou. Ik hield er een 820 overheen. Ja hoor, hij speelde. Goed. Maar toen wilde ik weten om de donder waarom dat ging. Hè? Dat begrijp je wel. Nou, toen ben ik geredeneren. Wat gebeurt er als deze weerstand ontbreekt of onderbreekt? Nou, dan staan deze twee buizen in serie met een stopweerstand van 700 kilo-ohm achter elkaar. Staan gewoon achter elkaar. Het volle signaal van deze stuurbuis, dat hier naar die L12 gaat, dat hier in serie met 700k, waar alleen maar de lekweerstand tegenover staat, gaat hij hier die triode in. Dus ook al is het bij de helft, dan is het belangen aan niet het kleine verschil. Dus dan wordt het hier nog een keer versterkt. Nou, dan wordt deze EL12 die wordt compleet dichtgedrukt als je hem even opendraait. En hier gebeurt nog praktisch niks. En het motorboot komt omdat die buizen allebei op die ontkoppeling hangen. En die versterking is niet de bedoeling dat die dingen achter elkaar staan. Maar het is de bedoeling dat die dus teruggebracht wordt naar het juiste niveau. Dat het normaal de twee fases er zijn. En vandaar moet het elke vergroten dat er motorboot ophield, maar het verschijnsel bleef. Maar je mag gerust weten, ik ben de hele middag aan het zoeken geweest. Echt hoor. Dus heb je problemen met zo'n schakeling, dan denk je, god, controleer even de sturing. Als je sturing afwijkt, kijk even naar hun en kijk even naar die lekweerstanden, maar meestal zit het dan hier. Het is heel belangrijk. En deze lekweerstand is natuurlijk ook heel belangrijk, want die zit in feite in hetzelfde circuit. Maar je krijgt ook een gigantische vervorming als die. Dat had hij ook, dat had hij ook.
Hij stond op 1,84 en dan ook nog op 1 katholiek, omdat dat ook niet helemaal te boos is. Er werd er één gestuurd en de andere niet. En dus hem even open naar de grandioze vervorming en helemaal geen power. En dan ging hij slingeren en dan draaide hij hem terug. Boem, boem, boem. Nu was die ontkoppeling, hij stond gewoon op die looptijd stond hij te hikken. Maar in dat ik erachter was. Nou, zulke reparatie vergeet je nooit meer, hè? Zo'n weerstand is gewoon spontaan defect geraakt. Ja, stuk en dan bijslag hoor, een hele goede weerstand. Hij was gewoon, deze weerstand was oneindig hoog geworden. Gewoon oneindig. Het leuke was, ik hield er een overheen, toen speelde hij niet goed. Maar toen wist ik nog niet wat ik gedaan had. En het gaat er juist om, wat heb ik gedaan? Wat was de stuk? Wat was de oorzaak dat er verschijnsel optrad? En dat was nog eigenlijk net zoveel zoekwerk. Maar dat kon me niet schelen, want ik deed de probleemgevallen begroeting. En ik had vernieuwhuis toestemming dat ik net zo lang aan het toestemmen werk als enigszins nodig was. Dus ik denk, mede in belang van mijn eigen kennis, maar ook in belang voor de kennis voor de groenige technische dienst, wil ik per se weten waarom dat zo is. En toen ben ik erachter gekomen. Maar dat vergeet je nooit meer. Nee. Maar ik had gelukkig een duidelijk schema. En dat, ja, een goed schema zeg ik altijd, is halve reparatie. Dus toen ben ik erachter gekomen. Het is een hele fijne fase draaien, maar als hier iets, dan merk je meteen in je sturing. Op de bovenste is te groot, op de onderste is te klein of omgekeerd. Je merkt het meteen. Het is een hele linker schakeling, maar hij is wel heel mooi. En Groening heeft hem jarenlang toegepast. Jarenlang. Zelfs in de 4016, dat is een stereo toestel, dan gebruiken ze de triode van het afste mogen fase draaien als ze de versterker op stereo zet, daar zit hij ook in. Kwamen die klachten wel vaker voor daar in die kring? Nee, nee, ik heb het één keer meegemaakt. En ik heb ook een keer meegemaakt dat de sturing ongelijk was. God, ik heb een beetje weinig power. En toen was ook een van die twee weerstanden was omhoog gelopen, maar hij was nog. Ja, ik heb twee nieuwe ingezet die ik ben, die anders ook meteen vervangen. Maar het is een hele lastige waarde, want ze hebben hier bijvoorbeeld een waarde 700k en 800k. Nou, het is meestal is het dus 680 en 820, maar zet ze er maar niet in, want hup, daar gaat hij. Dus dan moet je met parallelweerstanden, met 1 megohm of 2 megohm, moet je proberen de zaak weer in de rails te krijgen. Want dat is natuurlijk een waarde, ja, die kon je toen krijgen. Maar ja, 820 en 680, ja, dit wekt 40k af, dus dan ben je al vertrokken met je sturing. En dan staat hij compleet ernaast. Dus dat is het nadeel, je moet echt gaan experimenteren. Maar dat geldt ook als je zegt, ik wil het met een andere lamp doen. En dan moet je ook weer hier gaan werken, om de boel weer precies te krijgen dat, ja, wat er in de lamp gaat, dat het er dus precies in de goede verhouding uitkomt, dat je die tweede fase krijgt. En je kan het bijvoorbeeld uitvoeren als instappotmeter en dan zeggen, nou, ik heb die en die waarde, schrijf hem op en solder hem er als vaste weerstand in. Zoiets kan je doen, hè? Dat is een mogelijkheid. Heb je nooit het idee gehad om daar instelregelaars overheen te zetten? Ja, dat kan en daar zullen ze ook wel mee gedaan hebben, maar instelregelaars, u weet zelf hoe het gaat met instelpotmeters. Er komt stof tussen, je moet het kraken, je krijgt ruis, je krijgt ellende en dan ligt hij er helemaal naast. Het is een bloedlinker schakeling, maar hij is fantastisch. Als hij werkt, is hij echt schitterend. En je hebt van die techneuten die meteen overal gaan draaien. Oh ja, ja, oh ja, oh ja. De bekende koppeltrimmer in de telefoon FM unit. Ga je vanaf de anode op het rooster, ga je dus terugkoppelen. Deze capaciteit werd van werkstad abgeglichen. Pieter daarvan blijven. Nou, draai je maar hoor. Draai je maar. En dan komen ze, ja, de boel genereert en die stemt die mooi af. En dan mag ik het weer uitzoeken hoe die er weer in moet. En dan ben je een tijd bezig en dan heb ik, ja, zet je hem iets terug dat hij net niet genereert. Een klein beetje terug nog. Als er zijn capaciteitje verloopt en op het ruimte zit, dan staat hij weer. Maar dan is meestal is de hele tuner ook ontregeld. Maar er wordt uitdrukkelijk bijgezegd, niet aan draaien. Dan gaan ze niet juist aan draaien. Philips heeft ook zo'n trimmer in zijn tuner zitten, ook zo'n terugkoppeling. Het is een gewone simpele terugkoppeling, maar ja, je moet er met je tengels van afblijven natuurlijk. Als je van de publiek het afgestemd, maar ja, je weet hoe dat in de praktijk gaat, hè? Dat weten we allemaal. Hè? De lak weer weggehaald en even kijken of hij beter wordt en dan wordt hij natuurlijk slechter. Wordt hij dus niet. Want in de fabriek zitten ingenieurs en ik ben maar gewoon Bert de Tolien, hè. Die zet het uit verschil. Er zijn hier nog vragen over deze fasedraaier. Ja, Bernhard, maakt het ook nog uit het verschil van als je een verschillende ECC40's erin zet? Of is je daar redelijk officieel? Mag dat natuurlijk niks uitmaken, want een ECC40 is een ECC40, maar heb je inderdaad een klein verschil, ja, dan zou je toch hier weer iets moeten gaan teugelen om de boel weer in het geheel te krijgen. Ja, het is een hele linker schakeling, maar als hij werkt is hij fantastisch, echt. Maar het is wel, ja? Hoe controleer je nou dan dat hij dus goed in de pas loopt? Scope. Nou, dat is heel makkelijk. Een buisrondmeter, toongenerator erop, 406, en dan moet hij hier precies gelijk zijn aan twee kanten. En werkt die af, ja, dan moet je maar jij maar in de weerstanden gemeten en garandeert. Maar deze kunnen ook natuurlijk, die zitten in feite parallel, die kunnen het ook veroorzaken.
Maar dit zijn van die kritische waarden waar die middeninstelling van komt. Hè? Die waarden, dat is dit is eigenlijk het hart van de fase draaien. Met die lekkerstand van Jezus heen. Want die kan je niet staan in feite, kan je die parallel denken hier aan. Maar sowieso, dat is een prachtige schakeling, maar hij is heel kritisch. Geldt het alleen voor die twee weerstanden die ervoor gaan zitten, of ook die schakeling die daarna zitten? Nou, hierachter zitten dus de lekweerstanden. Ja, als je daar een probleem krijgt, dan krijg je een asymmetrische stuurbelasting. En dan kan die ook aan die kant opgelopen. Als deze weerstand bijvoorbeeld omhoog zal lopen, dan kan die hier ook omhoog lopen. Want die kan je dus in feite weer eigenlijk min of meer, niet helemaal, maar parallel denken. Dit is ook, want dit is natuurlijk gelijk zijn aan dit. En hier moet dan vrijwel gelijk zijn met een klein verschil, dat dus hier naartoe gaat, hier versterkt wordt en dan hier naartoe gaat. Maar zo wekken ze dus die tweede fase op. Het is een schakeling die jarenlang de groene gebruikt, dus jarenlang. En in de meest voorkomende toestellen zie je hier. Maar ik heb hem dus eerst echt kennen geleerd met de 5080, daar heb ik hem echt even kennis gemaakt. En hoe? Zijn er nog vragen? Die twee C'tjes, wat voor waarde is dat? Deze twee, dat is 50 nano. Dat zijn de koppelcondensatoren. Ja, ja. En die hebben ze echt een beetje groot genomen, omdat je hier natuurlijk nog wel een vrij grote ingangcapaciteit hebt, dat je niet te veel lage tonen verliest. Die hebben ze echt een beetje lekker doorgetrokken. En ook weer in combinatie met de uitgang. Zijn er nog vragen? Over de basregeling nog vragen? Nou, dan ga ik heel voorzichtig maar eens even door. Dan krijgen we hier, dan moet ik eigenlijk helemaal hier gaan staan. Dan sta ik binnen, kan u nou nog zo filmen zo? Gaat het? Even kijken, Bernhard. Nou, kijk maar even. Ja, dat lukt wel. Ja, dat lukt wel. Ik sta al op achter het bord. Ja, de bord kan ook niet verder. Nee, het is goed. Gaat goed. Kijk, ik heb hier de EL12 weer getekend. En hier krijgen we een heel belangrijk iets. Hier hebben we de 7844 weer. En hier hebben we de hoge toonuitgang. Dat is weer heel uniek gedaan door Grunig. Je kan hem daar bovenop, het chassis kan je hem zien staan. Bovenop de 7844, dat kleine trapertje met die goudgespoten plaat eromheen. Dat is een heel klein transformatortje. Dat zal een impedantie hebben van een 1000 ohm of zo. Vrij laag. Maar voor de hoge frequenties wordt hij automatisch weer hoger. Nou, wat gebeurt er? Als ik hier een lage impedantie ga zetten en ik zet hier twee condensatoren tussen, dan valt hoogmidden valt over die condensatoren. 1 gedeeld door omega C, de bekende formule. Nou, dan blijft hier dus het middenhooggebied blijft over. En daarvoor past hij dus via deze kortgesloten condensatoren perfect aan op die EL12. Is dat helemaal duidelijk? Vragen nog? Nou, dan gebeurt het volgende. Dan wordt het signaal hier, het middenhoog, wordt dan heel simpel aan deze luidspreker toegevoerd. Ga ik deze koppelcondensatoren vergroten, dan gaat de hele aanpassing de mist in. Ga ik hem verkleinen, dan valt het middengebied weg en dan blijft alleen het hoog over. Dus dan krijg je een deuk in het verloop tussen die speaker die aan de zijkant zit en de grote basluidspreker. Dat is duidelijk. Dus om die deuk precies te hebben dat het mooi geleid in elkaar overloopt, zijn ze hier uitgekomen op 50 nanofarad. Is dit helemaal begrepen? Nog vragen? Ja, wat van hoogtonenspeaker zit er in? Normaal, elektrostaat? Nee, er zit een gewone permanent speaker in met een hele stugge konus. Die echt een beetje glazig is aan de binnenkant. Die echt is puur stijf opgehangen is om ook weer te voorkomen dat je een akoestische kortsluiting krijgt. Dat de voorluidspreker heen en weer gaat, dat die andere konus dan dit doet. Ja. Hebben ze hem dus heel stug opgehangen en hij resoneert dus echt in het hoge gebied, maar wel heel mooi breedbandig. Echt een konus die dus van een enigszins zacht doorloopt naar hard rondom de spreekspoel. Dus een hele mooie luidspreker die erin zit. Onder de meteen zo, die konus tikt, hoor je meteen dat ja, je hoort meteen dat het goed is. Het is een schitterende luidspreker, geeft ijzingwekkend mooie hoogte, die is werkbaar. Fijn, dat kan ik op de plaat ook laten horen. Maar nou komt het, nou gaan we de laatste fase in, dat is de condensatorluidspreker. Helaas zijn de condensatorluidsprekers meestal in toestellen stuk, maar desondanks is het toch ontzettend mooi om die schakeling eens te behandelen. Zal ik eens kijken of die ding een klein beetje zo kan zetten? Want... Prima, daar is hij helemaal. Ja, want ik zal het wel eens net gaan. Ik ga hem een beetje verder bekijken zo. Dan moet ik dit doen. Zo. Dan kan ik misschien hier gaan staan. Kan ik me zo goed zien? Ja. Nou, moet u kijken wat er hier gebeurt. Hier hebben we de tweede secundaire winding van het kleine transformatortje dat er bovenop zit. Nou gebeurt het volgende.
heel bijzonder. Hier hebben we plus 3, dat is de spijsweerstand, dus voedingsweerstand voor de spanning op de condensator luidspreker, 200 kiloohm. Die is bewust heel hoog genomen, want normaal nemen ze die 50 kiloohm, maar hier is die 200 k en ik kom direct even terug waarom het gedaan is. Dan ga ik dit circuit bekijken. Hier, dit is een winning, hier komt wisselspanning uit. Die ligt hier aan plus 2, om het hele circuit van de plus te halen, omdat er hier op plus staat. Nou komt het. Hier heb ik een spoel. Hier heb ik een condensator. Als ik plus en min aan elkaar denk, want het mag dus, dan staat dit hele spul parallel aan het andere spul. Dat is duidelijk zat. Als ik hier dus aan de plus ga, dan staat dit er overheen. Dan heb ik hier, lach even niet, een seriekring. Ik heb twee spoelen in serie. Over deze spoel zit een dempweerstand heen. Daar kom je direct op terug. Dit is dus een seriekring. In die seriekring is dit opgenomen, de koppelcondensator en de condensatorluidspreker. Die seriekring die zal ongeveer met een toomgenerator, pesten zo, 12 of 13 kilohertz afgestemd zijn. Maar nou komt het. Als ik enkel een spoel neem hier, dan krijg je natuurlijk een ongelooflijke resonantiepiek. Dan wordt die condensatorluidspreker totaal overstuurd in een bepaald gebied. Dan krijg je echt oorpijn. Dus dan hebben ze weer gezegd, wacht even, dat lossen we op. We zetten over die seriespoel, om die Q-factor te dempen, 15 kiloohm. En bij die 15 kiloohm is het gunstigste dat de curve dus helemaal zoveel mogelijk afgedempt is. Normaal zou het zoiets worden en nu doe je dit. Maar dan hoor je ook de gebieden die ernaast zijn nog als de resonantie weg is. Als die resonantie overheerst, hoor je alleen maar 12 kilo. Zeg je dan, oeh, wat een harmonie zit er in die fluit. Ja, dan wordt die condensatorspieker totaal overstuurd. Dan ga je dempen, dan wordt die demping minder. Dan is er ruimte en de andere frequenties worden dan ook hoorbaar. En dan hebben ze hier ook weer afhankelijk van, ja, hoe groot is de condensatorluidspreker, hoeveel condensatorspieker zitten erin, hoe groot is de kast. Ik ben hier bij het tafeldoeksel uitgekomen op 15 kiloohm. Dat is de waarde waarbij het gunstigste is en waarbij de kromme dus het mooiste verloopt. Maar deze condensator, die 2500, dat is echt dus de resonantiecondensator in combinatie met het hele circuit wat erachter zit. En om te voorkomen dat er valse demping optreedt, hebben ze gezegd, hier zetten we geen 15 kiloohm naar 200 k, dan kunnen we rustig met deze weerstand rommelen, dat we de boel precies goed krijgen. En die spoel, die kan u ook hier, als u hier boven op het chassis, kan je zien zitten, kijk, daar zit die spoel met de weerstand, kun je het doen. Maar dit is ook weer ongelooflijk ingenieus, is dat weer door Groenig bedacht, hè, om dat zo uit te kiezen. Zijn er nog vragen? Ja, die condensator, tweeter zeg maar, die gaat ook veel kapot, zegt u. Ja, ja, heel veel. Slaan ze door of zo? Nou, wat er gebeurt in die condensatorluidsprekers, het is koperfolie. En we weten allemaal, koper gaat oxideren. Het wordt groen, het wordt dikker, oxide heeft enorme kracht. Dus het gaat door de folie heen, door die elektricum heen en het ding maakt sluiting. Je ziet het ook meestal bol staan aan de buitenkant. En dan zeg ik, heb je een kurkdroge woning, nou dan mag je heel blij zijn als je het anderhalf of twee jaar uithoudt, maar dan gaat die ook. Heb je een woning die een beetje vochtig is, voor mensen die bijvoorbeeld een keuken eronder hebben onder de huiskamer, of zo, dat het vochtig is en je met een half jaar is je weg. Gewoon weg. Materiaal, is dat niet mogelijk? Nou, die is heel dun folie is het. En er zit een isolatielaag tussen, maar ja, dat gaat oxideren. En dan gaat het drukken en dan gaat het naar buiten en dan zit het vast. Ja, maar en dan gaat het alleen maar sluiten. Is een ander materiaal niet mogelijk? Ja, dat weet ik niet. Dit hebben ze zo gedaan. Ja. Het werd altijd met dat koperfolie gedaan. Waarschijnlijk omdat het natuurlijk waarschijnlijk de eigenschap heeft om dus enigszins breedbandig die trilling te kunnen maken. Ja, ja. Want er zitten ook allemaal gaatjes in. En dat is ook waarschijnlijk gedaan om resonantieverschijnselen te voorkomen. Dat dus, hij moet het gebied, eigenlijk theoretisch moet het gebied helemaal recht weergeven dat in combinatie met de voorluidspreker rond de 12 kHz en dat is niet eenvoudig. Ja. Ik zelf ben van die dingen echt niet kapot. Ik bedoel, je hebt ze meestal stuk en je merkt het in de praktijk nauwelijks, want als het ding eruit is, dan komt er nu een extra hoog vrij en dat kan je dan weer aan deze luidspreker weer kwijt. Hè, want die dempen op die tafel iets minder en dan gaat het gedeeltelijk weer hier naartoe. Want weer deze zijn ze ook allebei kapot. Maar ik moet zeggen, het hoger eruit komt dus ondanks dat ijzingwekkend mooi. Echt waar. Zijn er nog vragen? Helemaal niks. Is het helemaal duidelijk? Ik ben hier, vraag me als er iets is. Je zegt nou dit of dat.
Ja, ik weet niet of ik het mag vragen. Natuurlijk, ja, u mag vragen. Nou ja, weet je, ik weet niet of de anderen er wat aan hebben daarom. Maar als je, nee, als vraag maar. Ik heb dus een 50-10. Die heb ik alles vervangen wat vervangen moet. Hij speelt prachtig. Het enige wat hij heeft, als je de hoge tonen opendraait, dan begint hij niet te oscilleren, maar het klinkt veel te schel. Hij begint ook ruis te produceren wat. Ben je die storing ooit tegengekomen? Zeg je eerlijk gezegd niets wat ik wel ben tegengekomen. Dat is als dus... Verder klinkt hij prachtig overigens. Als ik de hoge tonen terugdraai, maar hij klinkt hij machtig mooi. Nou, ik heb het eerlijk gezegd nooit meegemaakt, maar als je het hoge toon op maximum zet, dan zou er hier in dit circuit, onder die 30K, hier zou iets mis kunnen zijn. Ja. Dan zou ik in ieder geval deze condensator controleren, of die misschien die vervangen, en deze condensator, daar zou ik mee beginnen, en ik zou deze weerstanden meten, deze twee vooral, want dat is de deling dat je de goede verhouding krijgt. Ja. Ik zou dus deze weerstand en deze twee meten, de potmeter even meten, ook kijken of hij helemaal goed van boven naar beneden regelt, dat hij niet hakkelt. Doet hij wel, alleen hij is geen 250k, hij meet 270k, maar ja. Nee, deze potmeter, die onderste, deze. Oh, die baslaag. Ja. Oh, die heb ik niet gemeten. Ja, die zou ik ook even meten en even kijken, als je die basregel daar, of die mooi gelijkmatig meeloopt. En ja, wat ook kan, dat is als deze potmeter bijvoorbeeld niet helemaal schoon is. Is die wel, hij meet dus 270k in plaats van 250, maar ja. Niet zo gek veel uitmaken, nee, je kan proberen er een hele hoge weerstand 1 of 2 meg overheen te houden, maar ik denk niet. Heb ik gedaan, dan is het wel minder, ja, maar het is nee, nee, die neemt de oorzaak niet weg. Nee, daarom. Nee, dan zou ik het echt zoeken in deze 30k, zou ik het zoeken, want als die namelijk onderbroken is, heb je ook kans die dat probleem krijgt, maar nog belangrijker dat zijn deze twee. Want dit is de verhouding namelijk. Kijk, hier komt het signaal binnen. En hier komt de continu komt hier binnen. En als hier iets scheef zit in deze delers, ja, dan krijg je ook inderdaad dat die minder meekoppelt. En dan krijg je dus te veel hoog. Ja, daar zit het, dan zit het volgens mij in die. Daar zit het volgens mij. Hier in die verhoudingen. Ja, van nou, deze, die twee, dat zei ik ook. Die twee, ja. Daar moet je het in zoeken. En deze condensator. Want die filtert dus ook het hoogte eruit. En die komt hoger en midden uit. En deze condensator doet dat dus ook. Ja. Maar als er hier dus inderdaad iets scheef zit, ja, dan heb je kans dat je dat krijgt. Wat ik wel heb meegemaakt, dat is iets heel anders. Dat is als een van deze windingen op de uitgang onderbroken is. Met name is die winding voor de tegenkoppeling. Als die onderbroken is, je draait dan de bas op. Dan als je de bas opdraait. Dat heb ik meerdere keren meegemaakt. En dat komt namelijk hierdoor, de 7844 was oorspronkelijk gepland zonder deze winding. En toen kwamen die ingenieurs erop, wacht even als we dat doen, want er was die tafel in de productie. Hoog, stoppen, we leggen er een winding bij, maar er was eigenlijk geen ruimte voor en daar hebben ze dunne draad genomen. Maar dat is ook in die 5005 zo, ja, je hebt bijna altijd een onderbroken winding. Ja, en dat heeft hij dus ook vrij regelmatig en het is heel komisch, het is meestal die bovenwinding. Ja, en dan gaat de zaak naar beneden en dan krijg je dus een te grote meekoppeling in de bas. Draai je dan de bas op, dan gaat hij standoeien in een hele diepe frequentie. En dat heb ik wel meerdere keren meegemaakt, maar dat is echt zo... Het is ook zet te trillen helemaal. En ja, dan is het een kwestie van, dan kan je een kunststreep uithalen. En dat is